Nou staan we hier in het grote sportcentrum en vorig jaar bestond het zwembad 70 jaar. Zeker. Maar het is een zorg- en sportbad. Ja, wat houdt dat eigenlijk in? Dat betekent dat we multifunctioneel zijn. Dus dat betekent dat we niet alleen voor de wedstrijden van ZPC, wat ook fantastisch is natuurlijk, beschikbaar zijn. Maar vooral veel meer. Eigenlijk voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn. Maar wat houdt dat in? Ik hoor van speciale zwemclubs, van revalidatie, ik hoor van boven sportactiviteiten of trainingen. Klopt. We hebben naast de zwemvereniging, waarin diverse onderdelen aanwezig zijn, zoals synchroon zwemmen, wat heel bijzonder is en wat ook vanavond te zien is bij de Merrewinter. Waterpolo uiteraard en op hoog niveau eredivisie, maar ook Champions League op dit moment. En ook de zwemwedstrijden aan zich. Een heel breed scala aan, aan activiteiten, maar ook onze eigen activiteiten. We geven zwemlessen, swim to play, wat onderdeel uitmaakt van het schoolzwemmen en van de beweging, van het bewegingsonderwijs voor kinderen tot en met vanuit de basisschool. Maar ook aquasporten, mensen die zelfstandig zwemmen. Echt ontzettend divers. En vanavond natuurlijk helemaal bijzonder dat er een theatervoorstelling in het zwembad is. Dat is echt wel heel speciaal. Nou zijn er boven ook nog zaaltjes en er staat een grote sportzaal. Kun je kort iets vertellen wat dat is nou? Zeker, we hebben een hele grote sportzaal. Daarin zijn verschillende huisvestingen, daarin worden verschillende verenigingen gehuisvest. NKC, Valley Bucketeers, maar ook Fusion is een van de verenigingen die regelmatig gebruik maakt. Maar ook de evenementen zoals de Salantrail. Het Rode Kruis zit bij ons in, sinds een jaartje nu, iets meer dan een jaar denk ik. Daar voeren ze trainingen uit, is hun basisplek en uitvalsbasis voor al hun materialen. Dus ja, multifunctioneel. Ja. En dan hebben we nog de buitenbaden, die heb je nog helemaal niet benoemd. Nee, ook dat nog inderdaad. Nou ja, met de Human Race worden natuurlijk de buitenbaden gebruikt. We zijn een van de weinige baden nog die überhaupt over buitenbaden beschikken, dus daar zijn we heel erg blij mee. Maar ja, altijd een feestje in de zomer, altijd mooi. Mooie lichtweide, mooi buitenbad. Voor de kleintjes vooral heel erg leuk. Jonge gezinnen. De ligging is fantastisch tussen het bos van het Stut. Dus nee, heel erg prachtig. U bent zo'n beetje de encyclopedie van de Horische Kring, zeggen ze bij sportend. Maar 70 jaar zwembad uit Ravijn. Kunt u er iets over vertellen? Nou, we hebben hier, niet over het zwembad. We hebben hier een kleine expositie ingericht over de historie van de zwembaden. Dit is het. Het zwembad Het Ravijn is eigenlijk het derde zwembad. Het eerste zwembad was zwemgelegenheid Schuilenburg. Het tweede was het zogenaamde oude zwembad bij Duivenkaarten. En het derde was het zwembad Het Ravijn. Nou, dan vertelt u iets over, wat kunt u vertellen over de foto's en zo en eventueel een filmpje? Eigenlijk van, we hebben foto's en een aantal ordners met informatie over de zwembaden. En over het spoorwegravijn en over het goud zoeken. Oké, en dan kunnen de mensen dus zien. En moeten ze zelf die bokken allemaal doorbladeren? Ja, of? Dat mag wel, maar dan zijn ze 3 dagen bezig als ze dat doen. Dus ze mogen best doorbladeren allemaal. Maar ze kunnen gewoon even langs de foto's lopen, kijken en dan eventueel wat vragen over de historie. Tot hoe lang is deze voorstelling? Tot en met woensdag. Avond. Oh, mijn naam is Herman Zwijnenberg. Eigenlijk in dubbele functie hier lid van het bestuur van de historische kring Hellendoorn-Nijverdaal, maar ook betrokken bij de organisatie van de Merrewinter, Stichting Cultuurnetwerk Gemeente Hellendoorn. En het interessante hier is om de combinatie tussen beide verenigingen hier te leggen. We hebben, en dat was toeval 2 jaar geleden, toen we de organisatie gingen opzetten van Merrewinter, dat het ravijn 70 jaar bestaan had. Ik dacht, god, dat is toch iets moois, dit jubileum combineren met de theatervoorstelling, locatietheatervoorstelling Merrewinter. Wat mij zelf opviel, ik ben bijna 70 jaar, het ravijn bestaat ook 70 jaar. Hoeveel je eigenlijk met het ravijn te maken hebt gehad, zonder dat je dat zelf in die tijd zelf realiseert. We hebben zwemles gehad in het ravijn, dat vind je ook terug in de expositie. We hebben gevist bij het oude zwembad, dat was vroeger de Duivenkaarten, de voorloper van. En zo zijn er veel meer zaken die eigenlijk rechtvaardigen dat we nu, waar het jubileum van het ravijn 70 jaar inderdaad aan de orde is. Als je nu ziet dat waar vroeger een beetje gezwommen werd in bewijs van spreken een oude sloot, zie je nu dat, ik sta hier in het gebouw het ravijn, dat er heel veel zaken spelen
die erbij gekomen zijn. Het heet niet voor niks zwem, sport, zorg, het ravijn. Al die drie elementen vind je terug. En in die expositie kun je dat verloop, die ontwikkelingen, kun je terugvinden. En in die zin is het ook vanuit de historische kring zeker de moeite waard om dit aan de burgers van onze gemeente te laten zien. Want de historische kring heeft als motto: wij openen onze vensters. Nou, dat doen we ook op dit onderdeel en we hopen dat iedereen er heel erg van zal genieten.